Leuk dat jullie vandaag allemaal weer kijken naar deze video. Vandaag gaan we het hebben over edelmetaal en dat doe ik met niemand minder dan Bart Brands van Gold Republic. Welkom Bart. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je even op bezoek bent. Ja, dankjewel dat ik mocht langskomen. Ja, natuurlijk. Nou, ik wilde eerst even beginnen met voor de kijkers, wie ben jij precies en wat doe je bij Gold Republic? Nou, mijn naam is Bart Brands. Ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. Ik ben 39. Ik ben opgeleid tot integraal veiligheidskundige en gecertificeerd Security Intelligence Professional. Nou, dat heeft alles te maken met veiligheid, maar tijdens het losbreken van de kredietcrisis ben ik vooral gaan nadenken over mijn financiële veiligheid. Eigenlijk op het spoor gekomen van edelmetalen en niet meer omgekeken. Dus, en zodoende ben ik, een tijdje later ben ik bij Gold Republic gaan werken als edelmetaalspecialist. En stel, ik wil edelmetaalspecialist worden. Hoe kom je? Is daar een opleiding voor of moet je daar echt gewoon helemaal inrollen? Ja, nou ja, dat laatste. Kijk, ik ben in 2009 heb ik mijn eerste aankopen gedaan in het kader van die financiële veiligheid. En ja, toen ik die eerste zilveren munt binnenkreeg, toen ben ik helemaal geobsedeerd geraakt door edelmetaal. En vanuit obsessie, of in ieder geval liefde voor het metaal, ben ik gaan studeren op het metaal. En dan leer je daar een heleboel over. Over hoe is het ontstaan? Wat is de rol van de metaal in de geschiedenis geweest? Wat zijn de toepassingen? Wat is de economische functie? En daaruit voortkomend ben ik mezelf specialist gaan noemen. Er is, voor zover ik weet, je kan natuurlijk metallurgie gaan studeren, maar dan richt je je meer op andere metalen, anders dan bijvoorbeeld alleen maar edelmetaal. En ik ben echt, ik focus me alleen maar op goud, zilver, klein beetje platina en van andere metalen, zelfs edele metalen, zoals bijvoorbeeld palladium, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van, omdat ik de functie daarvan in de geschiedenis van de mensheid, die is anders. En het is dus een beetje een soort zelfgekozen titel, zonder dat daar een formele opleiding achter zit. Oké, interessant. Dat is gelijk een mooi bruggetje naar de basis van edelmetaal. Kan je ons uitleggen wat edelmetaal nou eigenlijk is en wat ook edelmetaal maakt in vergelijking tot andere metalen? Ja, heel simpel gezegd, edele metalen die reageren niet met de omgeving. En dat een reactie met de omgeving, uitzicht in corrosie. Het beste voorbeeld is natuurlijk gewoon ijzer, dat roest. Maar alle andere, eigenlijk alle metalen reageren tot op zekere hoogte met hun omgeving. En dat kan zijn water, lucht. Lucht is natuurlijk een soort containerbegrip, maar onze atmosfeer bestaat uit een compositie van vele verschillende stoffen. En als metaal met één van die stoffen reageert, dan treedt er corrosie op. En corrosie zorgt er eigenlijk voor dat het metaal verandert in iets anders. Bijvoorbeeld oxide. En wat is nou zo bijzonder aan edele metalen? Die vertonen geen of heel weinig interactie met hun omgeving of met andere stoffen. Ik denk dat goud de edelste der edele metalen daar ook het mooiste voorbeeld van is. En ik leg dat wel eens als volgt uit. Als jij een gouden munt neemt of een baar goud en je gooit die in de oceaan, dan kan die daar een week, een maand, 1000 jaar liggen. En dan is er op het moment dat je hem eruit haalt, is er niets veranderd aan die baar of die munt. Je maakt hem even schoon en dan is die nog
helemaal compleet. Waarom? Omdat hij niet reageert met al die verschillende stoffen die zich in de oceaan bevinden. Hetzelfde met ook de lucht, of als je hem begraaft, of als hij gewoon ergens in een open veld ligt. Het verandert niet, omdat er dus geen corrosie optreedt. Met zilver is dat ietsje anders, want dat reageert tot op zekere hoogte wel met zijn omgeving. Maar die reactie is zo minimaal, dat feitelijk wat er gebeurt is, de buitenste atomen van het zilver die oxideren. En daarom zilver dat heel lang in een kluis ligt bijvoorbeeld, dat wordt zwart. En ja, op het moment dat je dat er vanaf veegt, dan treedt er minimaal verlies op. En ja, dan heb je nog steeds dat zilver. Maar dat proces, dat is, daarbij treedt zo weinig verlies op dat zowel goud als zilver worden gezien als edele metalen. Ja, ik kan me dat inderdaad nog wel herinneren, dat ik vroeger bij mijn oom met zilveren servies dat je inderdaad dat af en toe schoon moest maken. Ja. Ja, dat is correct. Dus zilver in zijn puurste vorm, ik zeg wel, daar komt een mooi soort patina op. Dus daar treedt een reactie op met de omgeving, maar die is één minimaal. Bij goud gebeurt dat dus helemaal niet. Dus vandaar dat ze van zilver ook wel eens zeggen dat het een half edelmetaal is en niet een volledig edelmetaal, omdat er dus wel minimale reactie optreedt. Oké. Okay. Ja, ik denk dat vele mensen het wel weten dat goud en zilver natuurlijk al heel wat jaren gebruiken. En ook dat het een van de eerste betaalmiddelen is. Kan je ons wat meer vertellen over de geschiedenis van edelmetaal? Hoe dat vroeger gebruikt is als betaalmiddel? Ja, dat kan ik. Dat begint, voor zover we dat kunnen weten, kunnen onderzoeken. Begint dat duizenden jaren geleden al bij bijvoorbeeld de Egyptenaren. Wordt goud gebruikt in eerste instantie nog als juwelen, dus om dingen mooi te maken. Nou, we kunnen het natuurlijk zien aan een aantal van de mummies, vooral de kasten eromheen van Tutanchamon bijvoorbeeld, waar veel goud wordt gebruikt. Maar in de loop van de geschiedenis zie je dat er bijvoorbeeld doordat er beschavingen opkomen, ook weer ondergaan overigens, dat er een behoefte is om over grote gebieden waarde te vervoeren. En hoe begon het ook alweer? Jij was een boer en ik was een slager. En jij had wat graan over en ik had een schaap over. En jij ruilde met mij graan voor schaap. Na een bepaalde periode dacht men, er is een soort medium nodig dat de waarde van een schaap of graan vertegenwoordigt, die ik ook kan uitgeven aan schoenen of aan een huis of aan iets anders. En dus kwam de opkomst van een medium of exchange of een betaalmiddel. Er zijn ontzettend veel vormen van betaalmiddel in de geschiedenis zijn er langsgekomen. Schelpen, stenen, zout, andere zeldzame, soms helemaal niet zeldzame zaken, waarvan wij vertrouwden, als ik het aan jou gaf, dan behield het zijn koopkracht. Of misschien dat het zelfs in waarde steeg. Nou, we zien grote rijken opkomen en wat er dan lastig is één. Soms waren die betaalmiddelen maar heel lokaal actief en soms was het zo dat op het moment dat ik zout accepteer als betaalmiddel en ik reis 1000 kilometer, dat als het één keer regent, dan is dat zout wegspoelt. Dus wat had je dan nodig? Je had iets nodig wat aan een aantal eisen zou voldoen. Een van die eisen is bijvoorbeeld duurzaamheid. Namelijk, als ik iets heb, dan moet dat een lange reis kunnen overleven zonder dat bijvoorbeeld als een schelp dat die stuk kan gaan. Of bijvoorbeeld als zout dat het weg kan spoelen. En daarvoor is uiteindelijk universeel gekozen voor de standaard en dat is goud.
Goud bleek namelijk aan al die eisen die wij stellen, als het gaat om wat is geld, daar bleek goud het allerbeste aan te voldoen. Nou, het kleine broertje van goud, zilver, tot op hele grote hoogte ook. En zo zijn eigenlijk goud en zilver, allereerst in de vorm van elektrum bijvoorbeeld. Dat is een soort legering van goud en zilver en ander metaal. Maar ook de Croesus, dat is de eerste ja, door een keizer uitgegeven gouden munt. Die zijn toen in het leven geroepen en gaan circuleren als geld. En waren ook een manier om een vaste waarde te geven aan een vorm van betaalmiddel. Want ja, bij bijvoorbeeld een schelp, die twee schelpen zijn gelijk. En bij zout, dat kan ook van kwaliteit weer onderdoen aan elkaar. En met goud, kijk, goud is goud, dus als ik één of twee van die muntjes heb, dan kan ik niet alleen heb ik goud, ik kan ook het ene muntje wegen tegenover het andere muntje. En op die manier kan ik dus ook een soort standaard creëren. Nou, de behoefte aan die standaard was heel groot. Goud voldoet nog steeds aan alle eisen die wij stellen, het beste zelfs, aan alle eisen die wij stellen, van wat geld is. En dat is eigenlijk het ontstaan van goud als ja, de standaard. Ja, die standaard gebruiken we nog steeds. In ieder geval, we zijn afgestapt van een goudstandaard met als voor de valuta die rondgaan in de wereld. Maar als we het in het dagelijkse spraakgebruik hebben, we het nog steeds vaak over de gouden standaard. Ja, je begon het al over de valuta, dat was gelijk eigenlijk het volgende punt waar ik naartoe wil. Je zei dat ja, goud en zilver, edelmetaal, is waardevast. Of geld moet aan iets voldoen wat waardevast is. Of het moet misschien wel in waarde toenemen, willen we het accepteren. En dat is gelijk ja, het volgende punt. We weten allemaal dat op dit moment een behoorlijke inflatie is. Die is normaal al 2% per jaar. Wat ik zelf al denk, van ja, je verliest dus elk jaar. Verlies dat geld wat je op je bankrekening staat gewoon 2% in waarde. Mm-hmm. En op het moment zien we natuurlijk met de coronacrisis dat het zelfs, ja, in Amerika zijn voor me de cijfers al bekend, zelfs het dubbele is dan wat het mag zijn. Dus ik ben dan wel ja, benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Naar mij is het heel raar dat we nu met iets handelen, wat we eigenlijk van weten dat het minder waard wordt. Nou ja, dat is, het is iets wat in de geschiedenis heel vaak gebeurt. We zien dat eigenlijk altijd terugkomen. Maar het is wel raar. Want op het moment dat ik inderdaad mijn loon uitbetaald krijg in euro's en ik pin die euro's en ik leg ze onder mijn matras, dan 10 jaar later ben ik gewoon 20% of 30% van de koopkracht van die euro's ben ik kwijt. De functie van geld is juist het behouden van waarde. Zorgen dat er nul inflatie of prijsstabiliteit optreedt. En in het geval van goud zien we dat door de eeuwen, door de millennia heen, zien we dat gebeuren. Zodra een valuta in het leven wordt geroepen de uitgevers, centrale banken, overheden bepalen. Nou, dat goud dat is maar ouderwets en stoffig, dat hebben we niet nodig. Zodra dat gebeurt, zien we eigenlijk dat overheden die bij de gratie van de kiezer natuurlijk bestaan, heel graag de kiezer ook iets willen beloven waar ze eigenlijk geen geld voor hebben. En dus zie je dat er valuta bijgedrukt wordt, waarmee je de waarde van de valuta verlaagt. En ja, dat die cyclus van ook de opkomst en ondergang van beschavingen, die is heel vaak gekoppeld ook aan de opkomst en ondergang van eerlijk geld, zijnde natuurlijk goud en zilver. Een Willem Middelkoop heeft het ook over een great reset. Denk jij dat we op dit moment op een punt zitten dat we dat binnen nu en misschien enkele maanden tot enkele jaren, dat we zo'n iets gaan zien dat, ja, dat gewoon dit hele monetaire systeem in één klap barst en dat we naar iets anders toe moeten of misschien wel terug naar bijvoorbeeld goud? Nou ja, aan voorspellingen, daar waag ik mij nooit aan. Want de Great Reset Initiatief, daar heb ik een aflevering van Goudkoorts ook aan gewijd.
Dat is een bestaand initiatief. Dat kunnen we gewoon, we kunnen naar de website van de World Economic Forum gaan. En daar kunnen we lezen en zien wat de ambities zijn en hoe men die ambities wil behalen. Wat dat dan betekent voor het monetair systeem wereldwijd gezien, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want ja, die glazen bol die ontbreekt ook bij ons. En ook bij mij. En ja, had ik hem wel gehad, dan zou ik natuurlijk met een hefboom van 100 alles daarop inzetten. Want dan wist ik het wel. Maar ik weet het niet. Maar die onzekerheden, wat ik daarvan weet, is dat als we in de geschiedenis terugkijken, dat je eigenlijk nooit exact hetzelfde, maar dat wel in de met nuanceverschillen, er constant veranderingen plaatsvinden van, nou, wie de wereld regeert, welke groepen dat zijn, hoe zo'n overgang van het ene systeem naar het andere systeem een beetje gaat. Je kan ongeveer meten hoe lang valuta. Je hebt dan de World Reserve Currency. De gulden is dat overigens ook een tijdje geweest. Maar je weet, op een bepaald moment gaat die rol naar iets anders. En als je dat dan een beetje bestudeert, dan kun je wel tot de conclusie komen dat we nu, bijvoorbeeld met de dollar als World Reserve Currency, dat we een beetje aan het einde zitten van hoeveel van die World Reserve Currencies, dus reservemunten eigenlijk, hoe dat is gegaan en waar die dan naar overgaan. Nou, wat dat voor de toekomst zegt, geen idee. Ik voorspel niets. Maar wat we in de geschiedenis kunnen zien, is dat in al die perioden, al die overgangen, er vaak is gekozen, is begonnen met een gouden standaard. Zelfs alleen maar met ook het accepteren en wettelijk vastleggen dat alleen goud en zilver geld zijn. Dus dan is er ook helemaal geen papieren derivaat mogelijk. En je geeft gewoon iemand een stuk goud en daarvoor krijg je wat. Als men die gouden standaard loslaat, dan zie je dat er zich een aantal stappen, dat men steeds verder afdrijft van een monetair evenwicht, zou ik willen zeggen. En zodra dat evenwicht is losgelaten, ja, dan uiteindelijk leidt dat tot, wat ik altijd zeg, de terugkeer van de valuta naar de intrinsieke waarde van nul. En ja, dat, of we daar nu in zitten, er zijn een aantal indicatoren die erop wijzen, maar hoe lang dat nog gaat duren, ja, dat. Ik had bijvoorbeeld in 2013, 2014, had ik niet kunnen bedenken dat wij als maatschappij, als mensen, dat wij negatieve rente zouden aanvaarden. En ja, het is al sinds 2014 gewoon de praktijk. En we aanvaarden het. Dus kunnen misschien centrale bankiers of overheden toch nog een konijn uit hun hoge hoed trekken? Het zal mij niets verbazen. Ja, dan is het denk ik wel, als je jezelf ervoor wil beschermen, is het denk ik dan edelmetaal wel een hele mooie oplossing. Edelmetaal is in ieder geval in de geschiedenis de beste oplossing geweest. En dat betekent niet, en dat zeg ik ook vaak, kijk, als je nu 1000 euro hebt en je zegt ik moet dat ergens in investeren, dan word je van die 1000 euro, als je die investeert in alleen edelmetaal, dan zou ik denken van nou, is dat wel slim? Want alle eieren in één mandje, hè, stel het gaat heel slecht met edelmetaal, wat wel eens gebeurt, dan heb je gewoon best wel misschien een verlies. Maar als we kijken naar wat in al die gevallen van de ondergang van beschavingen of van landen of van economieën, wat een hele mooie rol heeft weten te spelen in het beschermen van koopkracht en ook de overgang naar eventueel nieuw systeem, ja, dan speelt goud en ook zilver spelen echt een belangrijke rol. Dan denk ik dat het voor iedereen die zich probeert voor te bereiden op een mogelijke overgang, of gewoon denkt,
ik ga over 30 jaar met pensioen. Ik zoek een stukje in mijn portefeuille wat ik wil afdekken en wil beschermen tegen bijvoorbeeld inflatie. Of enorme rentedalingen. Ja, dan past in die rol past goud als geen ander. Ja, zo zie ik dat zelf ook. Ik heb zelf binnen mijn portfolio eigenlijk dat... Ik zie dan goud en zilver een beetje als het net wat veiligere stukje. Ik heb dan aandelen, ik heb cryptocurrencies, met name bitcoin erin zitten. En je merkt dat goud en zilver, dat geeft gewoon net even die stabielere laag erin. Waardoor je dus je ziet ook soms als er een beetje stress ontstaat, wat er de afgelopen weken gaande is. Er is op de beurs wat stress geweest. Nou, cryptocurrencies zien, dan zie ik zelf ook gewoon al dat op dat moment eigenlijk mijn portfolio met edelmetaal erin, dat die juist op dat moment stabiel blijft ofwel zelf wat beter gaat. Nou ja, dat de afgelopen weken en net als jij zit ook in mijn portfolio natuurlijk wat cryptocurrencies. En je ziet het natuurlijk de afgelopen 2 weken. We zitten echt in een hele forse correctie. Daar worden heel veel mensen heel erg zenuwachtig van. En terecht, denk ik. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat goud zich in in zo'n tijd, zo'n onzekere periode, vrij stabiel houdt. Dat betekent niet dat goud immuun is voor prijsdalingen. Dat zeg ik ook altijd. Als jij op het hoogtepunt van 2011, 2012 goud had gekocht, dan was je in 2015 was je rond de 30% van je inleg kwijt. En we zitten zelfs nominaal zitten we nog steeds onder de piek van 2012. Dat betekent dus dat je, als je toen op de piek je investering had gedaan, dan sta je nog steeds, dan begin je nu net een beetje break-even te raken met je investering in edelmetaal. Maar de functie van edelmetaal is juist over de, ik noem het altijd de middellange tot lange termijn. En met lange termijn moet je denken aan een half tot een heel werkend leven. Dus 20 tot misschien wel 40 jaar. Als je die periode terugkijkt, dan zie je eigenlijk bijna altijd, in ieder geval de afgelopen 120 jaar, zie je dat goud een prachtig rendement geeft. Op 1 jaar na overigens, dat was 1980. Toen steeg door de inflatie in de Verenigde Staten, steeg de waarde van goud van rond de 30 naar de $850 in 10 jaar tijd. Een enorme koersstijging natuurlijk, waarna destijds de Fed-president Paul Volcker, die heeft toen de zogeheten Volcker Rule geïntroduceerd, waarmee hij de rente liet oplopen tot 20%. Dat zorgde voor een enorme ineenstorting van de goudkoers. En had je dus toen goud gekocht, dan stond je inflatie gecorrigeerd, stond je nu nog steeds in de min. Ja. Zelf koop ik goud maandelijks aan. Zogenoemde dollar cost average methode. Mm-hmm. Dan heb ik via Pull the Plug heb ik dat met een spaarplan. Zou je daar wat meer kunnen vertellen hoe dat nou precies werkt bij Cold Republic? Ja, natuurlijk. Goed. Allereerst, wij verkopen fysiek edelmetaal. Ook alleen fysiek edelmetaal. Wij verkopen geen derivaten, geen ETF's, geen rehypothecated goud. Dus als iemand bij ons goud koopt, dan kopen zij fysiek goud dat ook juridisch het eigendom wordt van onze accounthouders. Dat kan op meerdere manieren. Allereerst, je kan het laten opslaan op een van de kluislocaties die wij ook aanbieden. Die worden beheerd door onafhankelijke kluisbewaarders. Dat is belangrijk om te noemen, omdat er dan geen koppeling is tussen Gold Republic en de locatie waar het goud of zilver of platina van onze accounthouders ligt. In ieder geval geen juridische koppeling. En dat vergroot weer de afstand tussen onze organisatie en het bezit van onze accounthouders. Goud kopen kan dus op meerdere manieren, op meerdere kluislocaties, maar, ik ben daarvan toch wel een fan, je kunt op één moment kun je zeggen, oké, de koers is nu X en ik heb, ik noem even 1000 euro. En ik zet die 1000 euro, die besteed ik in één keer aan bijvoorbeeld goud. Op één koers. Stel die koers daalt, dan heb je direct een verlies. Je hebt sowieso een verlies, want investeren in fysiek edelmetaal is aan de voorkant altijd wat duurder dan een papieren derivaat of een cryptocurrency bijvoorbeeld.
Maar als die koers dan daalt, dan heb je een verlies. Zoals ik ook al vertelde over het verhaal van het einde van de kredietcrisis, waarbij goud ineens een enorme prijsdaling laat zien. Of in 1980. Op het moment dat jij zegt, nou, ik heb 1000 euro en ik koop elke maand koop ik voor 50 euro goud. Dan heb je maand 1 heb je bij die koers koop je voor 50 euro, maand 2. En zo blijf je eigenlijk elke maand tegen verschillende koersen blijf je investeren in edelmetaal. Niet alleen in een dalende koers is het dus zo dat jij dan meer goud krijgt voor je valuta. Het is ook zo dat als die koers stijgt, dat je dan in ieder geval maand 1 al wat hebt aangekocht. Dus in beide gevallen ben je het koersrisico ben je aan het spreiden. En koersrisico spreiden heeft wel een consequentie, namelijk dat stel je bent ontzettend goed in dips kopen, dan is het misschien verstandiger om op één moment te kopen. Want stel die koers stijgt enorm, dan is natuurlijk ook je rendement wat minder. Maar je koersrisico, je negatief rendement in een dalende markt is ook minder, want je koopt over verschillende perioden aan. Nou, wij bieden zo'n spaarplan elke maand tegen ook nog een redelijk aantrekkelijk transactietarief. En wij kopen altijd op hetzelfde moment, namelijk de eerste werkdag van de maand, om exact 1 uur kopen wij voor al onze accounthouders dan dat edelmetaal aan, voor iedereen die een spaarplan heeft in ieder geval. En ja, dat tot eigenlijk wel veel, heel veel van onze accounthouders zijn er erg blij mee dat ze daar ook niet over na hoeven te denken, maar dat wij dat gewoon voor hen doen. Ja, dat klopt. Dat gaat inderdaad automatisch van je rekening af. Dus ja, je staat er helemaal niet meer stil. Het gaat inderdaad vanzelf. Ja. Je noemde het net al even kort over het verschil tussen fysiek en contract edelmetaal. Kan je ons uitleggen wat eigenlijk nou de voor- en de nadelen van zijn? Ja, een nadeel van fysiek hoorde ik al was, de kosten zijn wat hoger. Mm-hmm. Maar ik kan me zo voorstellen dat er best wel een hoop verschil nog in zit. Ja, er zijn een aantal verschillen. Ik denk het belangrijkste verschil is op het moment dat je een tracker koopt op goud, een ETF of een papieren contract, dan heb jij niet een claim op een fysiek stuk edelmetaal. Het kan zijn dat je alleen een tracker koopt, dus dat is volledig papier. Het kan zijn dat de organisatie die het papier uitgeeft wel een stapel goud of een stapel zilver ergens heeft liggen als onderpand voor dat papier. Maar dat jij op het moment dat jij dat papier in handen hebt zegt, ik wil toch liever het edelmetaal, dan zeggen zij, nee, wij betalen u alleen uit in euro's of in dollars of welke valuta dan ook. Die vormen van investeren, die kunnen misschien voor mensen die zeggen, ik wil elke dag even in- en uitstappen, kunnen wellicht aantrekkelijker zijn, omdat ze vaak wat goedkoper zijn, wat aantrekkelijker qua bijvoorbeeld transactietarief. Nou, bij Gold Republic verkopen we alleen fysiek volledig geallockeerd edelmetaal. Dat betekent als je bij ons een gram, 10 gram, 150 gram, 346,2 gram of 25 kilo koopt, dat er altijd fysiek dat metaal op de kluislocatie terechtkomt en ook dat je de juridisch eigenaar wordt van dat metaal. En dat heeft als groot voordeel dat op het moment dat jij zegt, nou, ik wil niet uitbetaald worden in euro's, ik wil het metaal, dat wij jou het metaal toesturen. Of in sommige gevallen dat je dat op kan halen. En in een economisch onzekere tijd zie je dat veel mensen toch liever dat fysieke juridische eigendom willen hebben dan een papieren derivaat. Ja, het kost altijd net iets meer om te investeren in fysiek metaal. Want ja, wij moeten dat fysieke metaal uit de markt halen. Dat moet vervolgens worden vervoerd, ingeklaard, geadministreerd. Ja, daarnaast, wij sturen al onze accounthouders ook elke dag opnieuw een zogenaamde edelmetaaltoewijzing uit. Waarin wij het juridisch eigendomsrecht elke dag opnieuw overdragen aan de accounthouder. Nou, dat alles bij elkaar, dat zorgt voor iets hogere kosten aan de voorkant, maar wel ook meer zekerheid dat je dus een juridisch
juridische claim hebt op een specifiek stuk edelmetaal. En ik denk ook dat dat voor iemand die overweegt om te investeren in edelmetaal, dat dat een belangrijk punt is om te onthouden. Natuurlijk, wil jij een tracker kopen, dan kun je een tracker kopen. Wil je investeren met de gedachte dat je fysiek metaal koopt, zorg dan dat je een specifieke claim hebt op een specifiek stuk en uniek identificeerbaar stuk edelmetaal. En daar hoort dus bij altijd een waarnemer. Interessant. Dan wil ik nu even verder gaan op Wall Street Silver. Dat is iets wat mij zelf al een aantal weken inmiddels aanspreekt. Ik echt denk, wat is deze groep? Het is een subreddit van Wall Street Bets. Wat zijn die nou eigenlijk aan het doen? Ik vind het zelf een beetje lastig plaatsbaar. Ik heb dan echt zoiets van, is het weer een pump en dump actie? Of hebben ze echt zoiets van, er is iets aan de hand en wij willen onszelf beschermen. We halen massaal zilver uit de markt en we houden het eigenlijk ons hele leven lang vast. Wat denk jij daarvan? Nou, het begon natuurlijk bij Wall Street Bets inderdaad, de GameStop affaire, waarbij onderzoekers hebben gekeken wat een fundamentele analyse op een bedrijf waar meer shorts werden uitgegeven dan er aandelen waren van het bedrijf. Dat is GameStop. Nou, door een aantal mensen binnen Wall Street Bets is toen zilver geïdentificeerd als zijnde een metaal, een grondstof, die enorm wordt geshort. Niet alleen wordt die enorm geshort, die papieren derivaten waar we het zojuist over hadden, er zijn zoveel papieren derivaten in omloop dat, als je de Zilverinstituut mag geloven, dat er ongeveer 180 keer zoveel papieren zilver in omloop is dan fysiek zilver. Nou, dat zou dus eigenlijk betekenen dat voor iedere kilo zilver, dat er 180 mensen denken dat zij eigenaar zijn van die kilo. En dat betekent dat op het moment dat jij die kilo uit de markt haalt, dat 179 andere mensen die kilo niet uit de markt kunnen halen. Nou, en omdat zilver ontzettend zeldzaam is, al ruim 4000 jaar een betaalmiddel is, en op olie na de meest veelzijdige grondstof die er bestaat, heeft die groep gevonden dat zij een soort initiatief moesten starten om fysiek zilver uit de markt te halen. Geen derivaten, maar fysiek zilver uit de markt halen. Ja, dat kan natuurlijk op twee manieren. Munten baren kopen, laten leveren en ergens bewaren. Of zeker weten dat je juridisch eigendomsrecht hebt, bijvoorbeeld zoals wij dat doen, en dat laten opslaan, geallockeerd, op naam, volgens de propositie zoals Gold Republic die biedt. Nou, inmiddels heeft die subreddit, en ik ben er zelf ook lid van geworden, en ik volg de hele episode al sinds GameStop ook. De subreddit heeft nu 90.000 leden. En ja, dat is een heel erg leuk initiatief. Ik ben er, scroll vaak even door de subreddit heen om te kijken. Nou, 1, wat een mooie collecties natuurlijk. Maar 2, ook het enthousiasme en de passie waarmee al die zilverbugs zich hebben verzameld. Of misschien zijn het inmiddels zilverbags. Zich hebben verzameld om te kijken, kun je op lange termijn, want ik noem dat in goudkorts ook altijd, dit wordt een lange en een zware strijd. Want het manipuleren van de prijs van zilver is iets wat we hebben kunnen constateren. Daar zijn juridische uitspraken over gedaan. Maar dat wordt niet alleen maar gedaan om de koers van zilver laag te houden. Want zilver heeft in de geschiedenis natuurlijk een veel significantere betekenis gehad dan alleen maar een metaal wat een beetje in guldens zit of zo. En dus zijn de belangen die ermee gemoeid zijn ook gigantisch. Dus ik vermoed dat, je ziet ook wel dat het enorm veel momentum heeft. En ik ben er erg enthousiast over. Dan hoor ik ook mensen wel zeggen van Bitcoin, dat is het nieuwe digitale goud. En ik moet zeggen dat ik zelf echt een groot fan van Bitcoin ben. Het is best wel een flinke positie in mijn portfolio. Maar kunnen we Bitcoin zien als een soort opvolger van een soort digitaal goud?
Of is dat echt gewoon meer om het, dat mooier te laten klinken en misschien een beetje uitleg te geven aan mensen die niet precies weten wat dat is? Nou, ik begin dan altijd door te zeggen dat ik zelf ook fan ben van Bitcoin. En dat ik mijn eerste Bitcoin kocht toen ze €100 waren in 2013. Ik volg de koers en blockchain technologie al in bijna 10 jaar. Niet alleen dat, ik heb zelfs in 2017 de European Blockchain Foundation opgericht en ben daar 2 jaar voorzitter van geweest. Dat gezegd hebbende, Bitcoin is geen goud. En Bitcoin zal ook nooit goud worden. Wat Bitcoin overigens ook niet is, is een concurrent van goud. Ik vind dat Bitcoin en goud heel mooi naast elkaar kunnen leven. En waarom zeg ik dat? Ze zijn allebei namelijk een manier om onafhankelijk van een derde partij, een overheid, een centrale bank, een normale bank, handel te drijven met elkaar. Als jij je aan de andere kant van de wereld bevindt en ik wil iets afnemen van jou, dan is goud sturen erg moeilijk. Maar ik kan binnen een paar seconden met jou een transactie aangaan. Nou, met Bitcoin duurt het vaak wat langer. Maar neem ik bijvoorbeeld Litecoin binnen. Jij hoort binnen seconden zijn de Litecoins bij jou binnen. En ik kan mijn dienst of product van jou ontvangen. Nou, Bitcoin als onafhankelijke currency, valuta, en ik denk wel dat daar ook in besloten ligt het uiteindelijke lot van Bitcoin, vind ik dus iets waarvan ik denk dat het op de middellange termijn, misschien wel de komende 50 jaar, misschien wel de komende 100 jaar, dat een enorme mooie rol zou kunnen gaan spelen in de wereldeconomie zelfs. De technologie daaronder, blockchain technologie, met de mogelijkheid om in een blockchain alle transacties vast te leggen en dus ook het double spend probleem op te lossen, daar word ik heel enthousiast van. En vooral dat dus kan zonder een gecentraliseerd orgaan dat moet controleren, maar ook kan corrumperen. Uiteindelijk, en dan heb ik het wel ook over echt een lange termijn, uiteindelijk stel ik wel eens aan mensen die zien of die vinden dat Bitcoin een vervanger is van goud, dan stel ik wel eens de vraag, gebruiken wij over 1000 jaar nog blockchain technologie? Nou, en dan moet het antwoord natuurlijk zijn nee. Dan kunnen 2 dingen gebeuren. Of over 100 jaar is quantum computers zijn, in plaats van een mobiele telefoon hebben we allemaal een quantum computer of een chip of iets. En die kan zelfs de meest ingewikkelde blockchain binnen enkele seconden kraken. Of misschien is het wel zo dat we weer teruggaan in de tijd. Hè? Je ziet vaak dat beschavingen die meer konden dan beschavingen erna zijn ondergegaan. En dat kan dus betekenen dat we misschien teruggaan. En dan zijn goud en zilver weer ineens hele aantrekkelijke mogelijkheden als betaalmiddel. Niet alleen dat, als we teruggaan in de tijd, wellicht kunnen we dan helemaal niet meer omgaan met computers of iets dergelijks. De geschiedenis laat wat dat betreft zien dat er een heleboel kan gebeuren. En wat het mooiste is, goud overleeft het tot nu toe allemaal. Ja, dat is denk ik ook het verschil. Vooral goud, dat is natuurlijk toch het tastbare, waardoor het altijd, het zal zijn, Bitcoin is natuurlijk toch, ook al is het zo dat als er 1 computer nog overeind is, is Bitcoin overeind, maar toch, er zou natuurlijk altijd, goud blijft het de veilige haven, denk ik. Dat ik het zo wel een beetje moet zien. Nou ja, kijk, de track record van goud is zo oud als de mensheid, zo ongeveer. Zo oud als de geschiedenis. En de track record van Bitcoin is 10 jaar. Startend in 2008, iets meer dan 10 jaar. En nogmaals, ik ben erg enthousiast voor de komende periode in een aantal van de cryptocurrencies en in blockchain technologie als technologie. Maar, nogmaals, het antwoord op die vraag, hoe zit het over een paar 100 jaar? Met een geschiedenis van 6000 jaar is de kans dat over 1000 jaar goud nog steeds een rol speelt in het bestaan van de mensheid, in het
functioneren van de mensheid is enorm. De kans dat iets dat 12, 13 jaar oud is, dat ook zal zijn, is heel klein. Ja, het zou kunnen gebeuren. Maar statistisch gezien, en ik vind het altijd leuk om dan te kijken, kansberekening. Statistisch gezien is de kans dat Bitcoin eindigt als al die andere valuta, namelijk met een intrinsieke waarde, terug naar een intrinsieke waarde van nul. Ja, die kans is statistisch gezien ook voor Bitcoin gigantisch. Want uiteindelijk zal de technologie die er aan onderliggend is, die zal worden vervangen door een andere technologie. Misschien een betere technologie en het andere scenario is dat we die technologie helemaal verliezen. En dan komen we weer uit, in beide gevallen komen we weer uit bij dat eeuwige geld, namelijk goud en misschien zilver. Maar we hebben inmiddels een hoop leuke en interessante onderwerpen behandeld. Als afsluiter wil ik eigenlijk kijken, als je nou één edelmetaal mag kiezen, wat is dan jouw favoriete edelmetaal? Ja, dan ga ik toch voor dit prachtige metaal, zilver. Goud is overigens daar vlak onder natuurlijk ook schitterend. Maar zilver, daar heb ik toch wel een speciale band mee, omdat ik in 2009 mijn eerste investeringen waren in zilver. En toen ik die eerste munt thuis geleverd kreeg en ik keek ernaar, dacht ik, wauw, dit is bijzonder. En toen ik me daar verder in ben gaan verdiepen en tot de conclusie kwam dat het ook vaker een standaard is geweest, dus echt een betaalmiddel, dat het tot in de jaren 70 in onze guldens zat, dat het de op één na meest veelzijdige grondstof is die we kennen op olie na, dat het ook antibacteriële werking heeft, dus wordt gebruikt in de medische industrie. Nou, ik noem maar even. Er zijn pleisters die je kunt kopen waar zilver in verwerkt zit, omdat het virussen en bacteriën doodt. Ja, dat vind ik zo oneindig interessant en fascinerend, dat ik absoluut, als ik de keuze moet maken, dat ik dan echt kies voor zilver. En dan zijn we aan het einde gekomen van dit onwijs interessant interview. Dan wil ik Bart ontiegelijk bedanken dat hij even tijd heeft gemaakt voor mij. En dat ik hier te gast mocht zijn bij Cold Republic. Vond je deze video nou leuk? Dan zou het leuk zijn om even een reactie achter te laten. Even te liken en te abonneren op mijn kanaal. En vergeet als je meer video's wil zien over edelmetaal ook niet om even te kijken op het YouTube kanaal van Cold Republic. Waar Bart wekelijks een uitzending maakt voor goudkoorts. Met heel veel leuke en interessante informatie rondom dit onderwerp. Dankjewel. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.